Yes jongens, welkom bij de vierde aflevering van de First Owner Poor Man Road to Glory serie op mijn YouTube kanaal. Vandaag gaan wij eventjes geen gameplay doen. Dit is de laatste aflevering voordat mijn 24 uur stream van start gaat. Die gaat van start op vrijdag 1 oktober, mocht je dat gemist hebben. Vrijdag 1 oktober 12 uur middag ga ik 24 uur lang live. En dan gaan we van allerlei dingen doen. We gaan ook een aflevering dan weer opnemen, dus dat komt helemaal goed. Waar ik het vandaag met jullie over wil hebben is een beetje een discussie over divisies, over de gameplay. We gaan even wat SBC's doen. We gaan wachten op de 7 uur content. Die komt over 10 minuten. En ik wil jullie nog meer dingen uitleggen over de bronze pack method. En we hebben natuurlijk weer wat packs klaarstaan die we kunnen gaan openen aan het einde van de aflevering. Dus laten we snel beginnen. Inmiddels zit ik in divisie 4. Dat betekent dat wij als rewards aan het einde op donderdag is dat wij gaan voor de Untradable 50k pack en de Tradable 45k pack. Best wel een chill reward als je mij vraagt. Dus ik ben hier best wel tevreden mee. Het is heel moeilijk om nu hier te komen, want dan moet je er dus 3 achter elkaar gaan winnen om in de volgende rank te komen hier. Als je er nu 4 achter elkaar wint, zit je al meteen hier, omdat je dan stappen kan overslaan, omdat je dan die boost krijgt. Maar het is heel moeilijk voor mij om nu nog heel veel wedstrijden te winnen, dus dat is wel lastig. Maar goed, we komen er vanzelf wel. Dan heb ik gisteravond zelf even een draft gespeeld. Ben ik in de eerste ronde kreeg een no-loss glitch om mijn oren. Dus ik stond 5-2 voor en toen quitte die guy en ik kreeg de loss. Fucking dom. Maar we hebben daaruit wel Sar weten te pakken uit die 5k pack. Super chill, dus die staat nu in mijn team. Dit is nu hoe het team eruit ziet. En wat ik jullie ook even wil laten zien is hoe ik nu in-game speel. Of ik speelde 4-2-2-2 en ik heb de breedte van mijn team heb ik heel wijd gezet. Omdat ik elke keer gecounterd word langs die zijkant. Iedereen sprint maar langs die zijkanten. Geeft een voorzet. En vervolgens is het dan een doelpunt. En dat vond ik heel irritant worden. Dus heb ik ervoor gekozen om mijn elftal wat wijder te zetten. En als ik wat aanvallender wil spelen, en dit werkt best wel goed, chat, ben ik weer de 3-5-2 gaan spelen. Vorig jaar was het al een vrij goede formatie. Dit jaar is het ook een chille formatie. Dan staat het op deze manier in-game. Die Baku op rechts met chill. Die Sané op links met chill. Dus over het algemeen speel ik best wel lekker. Ik begin steeds meer kansen te creëren. Ik win nog niet alle wedstrijden, maar het kansen keren gaat wel een stuk beter. De eerstvolgende die geüpgraded moeten worden zijn toch echt Ake en Tierney, denk ik. En eventueel Doucouré. Maar verder staat mijn elftal best wel prima nu. Dus dat wat betreft mijn elftal. Ik denk dat we nu eventjes snel de BPM gaan doen. Want ik wil even wat toevoegen van wat ik de vorige keer allemaal verteld heb. Jullie weten wat ik de vorige keer verteld. Ik zal het nog één keer heel snel herhalen. Even kijken hoor. Als je dus een bronze pack gaat openen nu. Om winst te maken. Dat kan nog steeds. Als je alles verkoopt wat in de bronze pack zit. Kun je er nog steeds winst uit maken. Je opent gewoon een bronze pack. En dan kijk je wat erin zit. Alles wat geen speler is. Dat discard je gewoon. Hopsakee. Je checkt van alles de prijs. Nou, deze guy is meteen 2,5k. Fucking chill. Die kunnen we 1,5k listen. En hier hebben we al, dus al zieke winst op gemaakt. Deze guy verkoopt niet, dus die sla je op in je club. En deze guy, die verkoopt wel. Dus die kun je gewoon weer listen. ik ben nu bezig om alle main leagues op te slaan van de bronze pack method. Dus dat betekent de Premier League, de La Liga, de League 1, dat soort leagues. Begin ik nu op te slaan, omdat je straks misschien wel hun league SBC's kan krijgen. En dan heb ik ze maar alvast in mijn club zitten. Ja, ik krijg ze nu even niet gepakt. Maar dat is op zich niet erg. Dus je list gewoon alles wat te verkopen valt. Deze zal ook wel voor 200 verkopen. En wat hebben we hier nog? Deze verkoopt niet. Deze sla je dus op in je club. Maar wat moet je nou doen met deze spelers? Dat ga ik jullie nu laten zien. Vervolgens ga jij, als je een tijdje lang bronze packs hebt geopend. En dat opslaan van de main leagues is een keuze. Je kan ook gewoon alles verkopen. En dan ga je gegarandeerd winst maken. Kijk, hij is instant verkocht. Ze hebben instant dubbel onze coins gemaakt op die pack. Prachtig voorbeeld eigenlijk van hoe de bronze pack method werkt. Super chill. Je gaat naar de SBC's. Dan vervolgens ga je naar upgrades. En je gaat deze doen, de bronze upgrade. Alle spelers die niet verkopen, ga jij hierin gooien. Je kan nog kiezen. Persoonlijk ga ik iedere league af. En dan ga ik gewoon, ik begin gewoon onderaan. En dan ga ik kijken wat ik van deze league heb. Nou, hier heb ik eentje van, die kan erin. Ik ga hier naartoe. Hier heb ik er een heleboel van. Dus dit is ook veel makkelijker voor je chemistry. En dan heb je veel meer overzicht van wat je er allemaal in pleurt. Volgens mij hebben we er nog meer. Maar dat kan in de volgende SBC alsnog. Dus de chemistry moet nu ook goed te doen zijn. Die lever je in. Daar krijg je een silver 2-player pack van. Je kan er nog voor kiezen trouwens. Om
de leaks waar mogelijk een leak SBC van komt, om die niet in te leveren. Dus dan heb ik het bijvoorbeeld over de Turkish League. De Turkish League heeft ieder jaar een leak SBC. Je zou nu al kunnen zeggen, die bronzen spelers die ga ik er niet in gooien. Maar als je heel veel bronzen packs opent, dan ga je vanzelf die spelers wel weer nog een keer packen. En anders ga je ze dubbel packen. En dat is vervelend. Dus ik persoonlijk ga wel alles hier doorheen jagen wat in mijn club zit. Behalve de main leagues. Dus behalve de Premier League en de La Liga. En de, dus Premier League, League 1, Serie A, Bundesliga en La Liga. Die sla ik op. En de rest ga ik hier keer allemaal doorheen. Op het moment dat je je hele club hebt leeggehaald van bronzen spelers, ga jij die silverpacks openen. En hier zitten twee zilverspelers in. En die kun je voor heel veel verschillende plekken, kun jij deze zilverspelers gebruiken. En die kunnen goed van pas komen. Zeker op het begin. Nou, deze zijn al twee. Dit zijn twee League SBC spelers. Dus je zou ervoor kunnen kiezen om deze te bewaren. Voor als ooit de België SBC uitkomt. Of de MLS. zou je kunnen doen. Wat je ook met die spelers kunt gaan doen. En dat is wat ik nu ook doe. Is bijvoorbeeld SBC's voltooien die hier nog voltooid moeten worden. Bijvoorbeeld deze, de Early Access Challenge. Die heeft een rating van 65, dus hier zullen wat zilvers in moeten. Dus we kunnen dit opvullen met allemaal bronzen. En hier kunnen we een paar van onze untradable zilvers ingooien, die we hebben gegenereerd met de bronze pack method. Kunnen we hier ingooien. Wat je ook bijvoorbeeld kan doen, is met de marquee matchups, zeker op het begin van het jaar, zijn de ratings, de maximale ratings van de marquee matchups zijn 75, 76, misschien wel 74. Dan gooi je gewoon twee van je untradable 80 of 81 rated, gooi je in die SBC. En de rest kun je allemaal opvullen met alle untradable zilverspelers die je gepackt hebt uit de upgrade packs. En op die manier kun jij heel goedkoop bijvoorbeeld jouw marquee matchups voltooien zonder al te veel gouden spelers aan uit te geven. Dus dat is een idee hoe je op die manier je club kan opbouwen. En hoe je dus de bronze pack method ook valuable kan maken. Dus het upgrade proces van de bronze pack method is heel belangrijk. En om even te gaan laten zien hoe dit nou precies werkt. Nou ja, op zich is dit niet heel moeilijk. Gaan we even deze SBC doen. Clubs minimaal 5 plays van de same league. Maximaal 3. Oké, dus we kunnen maar 1 league kunnen maar op 3 plekken gebruiken. Plays from the same country minimum 4. Maar ik heb al een idee wat we hier gaan doen. We gaan eerst naar... wacht even. We gaan eerst naar Engeland 5. Daar gaan we 3 spelers uithalen. Oh, dat hebben we natuurlijk niet. Even kijken hoor. Nee, dat hebben we niet. Oké, dan gaan we naar Engeland 4. Waar is hij? Hier zo. Daar gaan we 3 spelers uithalen die we hier kunnen invullen. We beginnen gewoon in de goal. Deze centerback. Heb ik er eentje. Dan gaan we naar Engeland 3 voor de rest van de centerbacks. Dan kunnen we die zilver inleveren. En eventueel deze. Dan gaan we hier weer naar Engeland 4. Voor een rechtsmid. Even kijken, kunnen we die terugkrijgen hier? Ja, daar hebben we ook geen rechtsmid van. Oké. Dan moeten we deze misschien even omdraaien. En even kijken of we hier wel een linksmid van hebben. Ook niet, oké. Nou, dat is een beetje matig. Dit is Engeland 4. We hebben wel centermids ervan. Maar volgens mij... Oh, daar heb ik hem al overschreden, dus dat kan niet. Ja, dit is wel lastig. Dan doen we die even weg. Dan gaan we nu naar Engeland 2. Daar kunnen we denk ik nog wel wat spelers vandaan toveren. Ja. Oh, dat is ook geen Engels. Dat is weer jammer. Dan moeten we even een defender hebben. Dan doen we nog wel Engeland 4. Ja, een rechtsback. Hartstikke mooi. Even kijken. Dan hebben we de 3 van Engeland 4. Hebben we er nu 3 van Engeland 3 nodig. Liefst middenvelders. Oké, een centermid en een linksmid. Die kunnen we daar heel goed gebruiken. Linksmid en een centermid. En dan kunnen we eventueel in Frankrijk 2 of zo zouden we nog kunnen kijken. Of in Duitsland 3. Daar zijn ook altijd veel spelers te vinden. Hoeveel chemistry hebben we nodig? 60 chemistry maar. Dus dat gaan we sowieso makkelijk redden. Even kijken. Duitsland 3. Brons. Kijk eens even aan. Spits, linksback en centerback. Die kunnen we gewoon lekker inleveren. Hupsakee. Spits, linksback. Daar. Centerback hier. Zo. En nu komen dus de untradable silvers in het spel. Want ik ga even zoeken naar Duitse zilverkaarten die untradable zijn bij mij. En dan zie je hier dat we dus inderdaad uit die upgrade packs, dat we daar dit uit hebben gepakt. Dus die kun je nu prachtig voor deze SBC gebruiken. En, oh, place van de same league, maximum 3. Oh, deze van Duitsland 3, wacht even. Dan moeten we even een andere pakken. Hallo! Dat is ook Duitsland 3. Oké, ja, dan ga ik even kijken of ik wat tradable heb. Oh, dat is ook Duitsland 3. Dat is een beetje matig.
Hoeveel chemistry heb ik? 72. Oh, dat moet wel lukken. Dan kunnen we hier gewoon een random... Een random silver untradable center mid neerzetten. Dan doen we deze uit de Argentijnse sneak. Hopskee. Nou, hebben we die voltooid. Dan gaan we ook meteen... Shaqiri voltooien. Dit is de SPC die gisteren is uitgekomen. Ik wil deze wel graag doen. Ik wil proberen zoveel mogelijk SPC's te doen. Want we zijn natuurlijk first owner. Ik heb de teams al klaargezet die we gaan inleveren. Dus die gaan we inleveren voor een goal pack. Hupsakee. Zo, die staat klaar. En dan gaan we deze inleveren. Oh, dit is mijn eigen team. What the fuck? Hé, wat is dit nou weer voor glitch, jongen? Oh, ik mis hier twee spelers. 80 rated. Premier League. Heb ik een keeper van de Premier League? Nee. Maar dat kan volgens mij iedereen van de Premier League zijn. Dat maakt misschien niet heel veel uit. Madison had ik hier volgens mij staan. En dan mis je hier alleen nog een linksmid uit de League 1. Maar die zijn uit het elftal gegaan for some reason. Even kijken, League 1. Oh. Haal ik dit? Nee, dat haal ik ook niet. Haal ik dit? Ja, dat haal ik wel. Hopskee. En dan hebben we deze ook voltooid. En dan hebben wij binnengehaald... Xherdan Shaqiri, first owner. Hartstikke prima. Die gaat sowieso een upgrade krijgen, want Olympique Lyon gaat echt wel 5 van de 10 wedstrijden winnen. Geen probleem, daar is hij dan. Once to watch. Weten we alvast hoe die flair eruit ziet voor komende vrijdag voor de 24 uur stream. Hartstikke leuk. Gaan we veel packs openen. En dan, de 7 uur content. Even kijken, hebben we een objective gekregen misschien? Dat zou wel leuk zijn. Hebben we een objective gekregen? Ik denk het niet, hè? Sort by new. Nee, hebben we een nieuw milestone gekregen? Nee, we hebben wel een milestone gecompleted straks in de draft. Hebben we een extra 25k pack. Dus we krijgen weer een lekker pack openingetje. Hupsakee. En de SBC's dan? Ik denk dat we dan wel niks hebben vandaag, chat. Live. Nee, helemaal niks, chat. Dan is het goed dat ik zelf wat content heb gecreëerd voor jullie door de packs bij elkaar te verzamelen. Ja, ik moet dus nog steeds verder gaan werken aan de milestones. En dan vooral deze, want deze vind ik heel erg leuk. Die brons en zilver. Maar ik wacht even totdat EA hier een aparte sectie voor heeft aangemaakt. En dan gaan we dit zeker vrij spelen, want dit is super leuk om te doen. Even kijken, moet ik dan nog meer melden? Ja, we hebben ons inmiddels geplaatst voor de FUT Champions Playoffs. Ik heb hem nog niet gespeeld. Want ja, de enige die nu dit gehaald hebben zijn de mensen die fucking veel gespeeld hebben. Dus ik wacht eigenlijk helemaal tot volgende week. En dan pas gaan we dit doen. Zodat we wat makkelijkere tegenstanders tegen kunnen krijgen. 5-4 moet je hier gaan voor de plaats voor de weekend league. Dat moet wel lukken. Dat moet als het goed is geen probleem zijn. Dus dat, we hebben nog 1400 punten over. Ik heb nog een goede draft klaarstaan die ik nog ga afmaken vanavond op stream. Dus dat, kijken we dan wel wat we eruit gaan krijgen. En vrijdag gaan we natuurlijk de overige SBC's afmaken die ik hier nog heb staan. En dat zijn dan deze 4. Die gaan we vrijdag op stream gaan we gewoon lekker easy peasy completen. Dus dat. Dus ga vooral door chat met de bronze pack method. Jullie gaan gegarandeerd coins daarvan maken als je alles opslaat. Laten we nu maar beginnen met de packs die we hier hebben staan. Ik denk dat we eerst de 5 2 rare gold player packs gaan openen. Wat zit erin? Kunnen we vandaag in ieder geval minder duplicates packen dan de vorige keer? Dat zou heel fijn zijn. En kunnen we vandaag een walkoutje erbij packen? Dat zou wel heel chill zijn. Oh, Adama! Chat, hij is fucking goed, gast. Dat is echt mokerchill. Hij is een tering chill en super sub. Kijk, dat is heel erg lekker. Hopsakee. Daar ben ik best wel tevreden mee. Dat is een eerste goede packpool. Ik weet niet hoe duur die gast inmiddels is, maar ik heb hem een paar keer tegen me gehad. Tricky spelertje om tegen te spelen. Oh! Fabinho, gast! Hij is fucking goed! Holy shit, maat! Fabinho is tering chill, gast. Misschien een beetje weinig pace, maar met de shadow erop... is dat een fucking goede CVM. En fucking Haller, jongen. Ook nog erbij. Moet wel even echt een pace kaartje op, maar... dit is weer een upgrade voor ons team, chat. Dit is weer een upgrade voor ons team. Super, super, super chill. Ik denk dat ik hier gewoon een shadow op ga knallen. Misschien zelfs wel een catalyst. Omdat zijn verdediging en set zijn al chill.
Dus ik denk dat ik hier zelfs een catalyst op ga gooien. Heel erg nice dit. Hello. Heel erg nice. Oké, ja, de walkout is er al. Hartstikke mooi. Maar ja, we willen natuurlijk nog meer hebben. Dus ik voelde al dat dit een goede pack opening ging worden. Oké, ja, dit is helemaal niks meer. Dat is op zich nog wel een prima spelertje om te hebben. Niet vervelend. Davinson Sanchez is een duplicate. Dus daar moeten we eventjes een SBC'tje mee gaan doen. Dan gaan we natuurlijk niet discarden. Dat is hartstikke zonde. Als ik daar nog de spelers überhaupt voor heb. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk niet eens meer dat ik non-rare spelers heb. Nee. Dus ik moet volledige rares gaan inleveren. En dat heb ik niet. Ja, dat heb ik wel. Maar ik heb het ook weer niet, zeg maar. Nee, chat. Ik ga niet... Ik ga niet allemaal rares inleveren voor zo'n pack. Ik ga dit dan gewoon discarden. Het is eigenlijk niet helemaal efficiënt. Hij is volgens mij... Hallo! Is hij degene die ik veel gebruikt heb? Ja, dus ik moet even weer terugwisselen. Het is niet helemaal efficiënt, chat. Ik weet het, maar het is ook niet efficiënt om 11 rare spelers daarin te leveren. Dat is ook niet efficiënt. Dus je moet wel op een gegeven moment wel gaan afwegen wat je wel en niet kan doen. Geen borden. Oeh, Isco. Wel chill. 82 rated. Is een duplicate. Ja, hier komen dus weer mijn problemen. Ik had eigenlijk moeten wachten met die fucking SBC te completen. Van Shaqiri. Totdat ik dit soort dingen ging packen. Maar goed. Het is niet anders. Nou, kunnen we nog een walkout uit die 2 player packs krijgen? Nee, wel borden. Oké, PK. Kunnen we niet gebruiken. Is wel goede fodder. Wel goede fodder, chat. Voor een eventuele volgende SBC. Oké, nou dat waren de 2 rare gold player packs. Wat hebben we hier allemaal nog? Dit is allemaal... Ik ga eerst even tradable packs packen, denk ik. Voordat ik een tradable duplicate krijg hier weer. Premium gold player pack. Die doen we als laatste, chat. Want dat is een goede pack. Laten we eerst maar even de gold pack doen. Daar zit natuurlijk niks in. Oké, Fofana is wel een oké speler. Maar ja, kunnen wij natuurlijk niet echt meer gebruiken. Is dit nog wat waard? Kitje. Oké. Prima. premium gold pack. Small gold player pack. Small electrum player pack. En een jumbo premium gold pack. Oké, gaan we eerst de premium gold pack doen. Kunnen we nog 1 walkout krijgen? Hello. In ieder geval een goede speler. Is niet best. Oh, wel een ankertje. Dat is wel chill. Dat is wel nice. Dan de 15... de 15k pack. Jumbo Premium Gold pack. Come on. Oeh, die heb ik al. Maar hij is tradable. Ik denk dat deze nog wel iets van coins waard is. Oké, niet echt iets goeds verder gepakt. Oh, Donnie van de Bench. Hoeveel is dit? Ja, ik ga het gewoon wel op de treedpaal zetten. Ik zie later wel hoeveel dat is. Hopsakee. Dan de Small Gold Player Pack, de Untradable. Die hebben we net gedaan van die SBC, van de bronzes en de silvers. Borden. Ah, nee, weer Carlos Vela. Die... Oh, shit, die heb ik ook al. Oh, dit doet pijn. We hebben nog een paar recoveries over. Dus we kunnen nog een Morata terughalen. We kunnen deze nog terughalen eventueel. Maar er is gewoon geen SBC die ik nu kan doen. De Small Electrum. En dan nog de 25k pack. Come on. Kom op. Kunnen we nog 1 goede speler krijgen? Oh, walkout. Chat. Waarom heeft de Team of the Weeks... een walkout flag. Waarom heeft een 79 Team of the Year een walkout flag? Wat is dit nou weer voor onzin, zeg? Jezus Christus, zeg. Ik schrik me helemaal een ongeluk. Ja. Die gaan we nog wel even bewaren, chat. We hebben de coins nog niet nodig. Dus we slaan hem lekker op in de club. Nou, hartstikke mooi. De Premium Gold Player Pack. Kunnen we hier nog een goede speler uitpakken, is de vraag. Come on.
Eeuw. Eeuw, Jet. Nee, dit is niet best, Jet. Dit is helaas niet best. Oké, dan gaan we even terug naar onze squad. En dan gaan we eens eventjes Doucouré eruit halen en Fabinho erin zetten. Hupsakee. Die kan hier, en die moet even een CVM naar center mid kaartje krijgen. Even kijken. Hupsakee, die hebben we net ook bijgepakt. Hartstikke mooi. Dat is onze nieuwe CVM. Doucouré gaat er dan uit. Hartstikke mooi. En dan hebben we twee echt best wel degelijke CVM's staan, als je het mij vraagt. Dus dat is wel mooi. Volgens mij hebben we verder geen improvements meer op deze op de squad. Dus dit is waar we het verder mee gaan doen. Ik weet het, chat. Eigenlijk moet ik Lukaku nog een keer proberen te gebruiken. Maar ik weet echt niet wat ik van hem vind, maat. Hij is echt... I don't know. Agility en balance, ik vind hem gewoon niet prettig. Misschien moet ik hem nog een kans geven in de spits. En dan moet ik Zaha eruit halen. Maar ja, ik weet het niet. Oh, en we hebben natuurlijk Adama gepakt. Ja. Die moet ik nog even op de bank zetten. Even kijken, Premier League. Adama. Ja, die moet nog even erbij op de bank. Wie gaat er dan af? Bakambu. Hopskee. En dan is dit ons nieuwe teamchat. Het was een korte aflevering vandaag. Ik heb niet heel veel te melden. Buiten het feit dat je wat extra informatie hebt over de Bronze Back Method. Hoe je dat beter en efficiënter kan doen. Er is nog niet zo heel veel content. Dus we kunnen ook niet zo heel veel doen verder. Het team gaat hartstikke lekker. We hebben eigenlijk nog een nieuwe centerback en een nieuwe linksback nodig. De rest is eigenlijk al best wel fucking goed. Maar dat gaan we kijken of we dat kunnen pakken richting Wants to Watch. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Aankomende vrijdag, dus de 24 uur stream. Kom lekker kijken op twitch.tv/dkbeest als je dat wil zien. En er komt natuurlijk weer een nieuwe aflevering dan online van de First Owner. Poer met de Rode Glory op weg naar de eerste weekend. Jongens, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer. Houdoe.